Ja, start van een nieuwe periode, de laatste periode. Is het grote dromen al begonnen in jouw hoofd? Nee, absoluut niet. Niet anders dan anders. Het is gewoon een voorbereiding op een wedstrijd. Een wedstrijd die wij ambitieus en met veel motivatie tegemoet gaan. En, het is uiteindelijk niet meer dan dat hoor. Ja. Is er wel vertrouwen? Want ik moet zeggen, deze tweede seizoen zelf, de laatste weken ook, jullie laten mooie dingen zien. Ja, er is zeker wel vertrouwen. Niet op basis van alleen maar van de resultaten. Maar ik denk dat iedereen binnen de club gewoon keihard bezig is om het topsportklimaat nog beter te maken. En dan ontstaat er iets, dan groeit er iets. En het mag best vertrouwen genoemd worden. Ja. Wel wat personele problemen. Hè? Te denken aan Joel Zwarts. Ik hoor dat best echt een forse blessure is wat hij heeft aan zijn enkelbanden. Wat is de laatste update? Nou, dat weet ik niet. Dat zou je aan de medische staf moeten vragen. Die zijn daar de specialisten in. Wat wel heel toevallig is en jammer voor ons, is dat het voornamelijk één positie is waar nu even twee blessures wegvallen. Dus dat is de positie van in de spits. Ja. Dus Joel, Thomas Schalenkamp staat er niet goed voor. Simon is natuurlijk, Simon Power is naar de Nationaal van Ierland gegaan en die komt geblesseerd terug. Dus dat is even verwerken en oplossen met die jongens die het moeten doen. Ja, maar van die drie begrijp ik dat vooral bij Zwarts de zorgen het grootst zijn of die überhaupt dit seizoen in actie kan komen, toch? Ja, dat is jouw woorden. Ik bedoel, ik vind ze alle drie even belangrijk. En het is voor ons even puzzelen hoe we het gaan invullen. Ja, ik bedoel qua duur dat je hem kwijt bent. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet of dat zo is. Dat kan ik niet beantwoorden. Zou wel een aanderlating zijn, toch? Hoe bedoel je? Als je hem heel dit seizoen niet meer zou kunnen gebruiken? Ja, absoluut. Voor iedereen. Dat gun je niemand. En Joel was prima bezig. Scorend vermogen, aanspelpunt in het team. Dus dat is zeker jammer. Dat is terecht. Ricky van Haren traint bij jullie mee. Dat is een bekend gezicht natuurlijk. Wat zijn, als het aan jou ligt, de plannen, de ambities met hem? Nee, fijne jongen. Wat hij nu laat zien is dat hij goed kan voetballen. En als er plannen zijn, dan zullen we dat intern even gaan bespreken. Ja, vooralsnog is het gewoon wat het nu is, meetrainen. Ja, precies zoals je het zegt. En dat bevat prima, hartstikke leuk. Zoals ik net zei, een goede jongen en een goede speler. Wat is uiteindelijk de potentie die jij ziet met Dordrecht op de langere termijn? Als je dat afzet tegen wat je dan de laatste weken ziet. Wat zit er uiteindelijk in het vat hier? Nee, toen ik op 3 januari binnenkwam, dan maak je een analyse van wat je ziet. Ik had 2 wedstrijden live gezien. Ik heb wat beelden op, weet je, wat je op de computer dan op gaat zoeken. En ik had een gevoel van, dus hier zit wel rek in. Een jonge groep, leergierig, wil heel graag. Nou, dan zie je gewoon kwaliteit en hard werken. Dat zie ik nu nog. 2 maanden later zie ik dat eigenlijk nu nog. Ik denk nog steeds dat er gewoon een rek in zit. En is dat veel of is dat weinig? Ja, wij noemen dat het proces waar we eigenlijk mee bezig zijn. En ik liet net het woordje topsportklimaat even vallen. Ja goed, weet je, alles rondom het team moet gewoon aan gewerkt worden. En dan, als je goed faciliteert, en dan geloof ik wel dat het talent zich nog meer kan ontplooien. En dan zijn de resultaten hopelijk wat vaker het terug te zien. En één keer pieken kan iedereen, zeg ik maar. Maar meerdere keren winnen, dat is de kunst. Ja, dus binnen dat topsportklimaat, hoe meet je dan, los van de wedstrijdresultaten, of direct eruit gehaald wordt? Nou, gewoon hoe iedereen uiteindelijk met zijn vak bezig is. Hè. Op meerdere gebieden zie je dat terug. En dat is hoe jongens een training voorbereiden. Maar ook hoe jongens bereid zijn om de rust te pakken. Zodat ze op het juiste moment kunnen pieken. Maar voornamelijk, waar zit de gretigheid en de ambitie en de motivatie van de jongens. Om een plan uit te voeren met elkaar. Dus dat maakt ons wel sterk als team. In de discipline zit het prima. En nogmaals, je hoopt gewoon dat je dat nog verder kan laten groeien. Yeah.